Waalse lawaai werd onlangs in Zwolle geproduceerd door een kleine 1000 jongens en meisjes uit de stad die tijdens een concours op het grote kerkplein meedongen naar de prijs voor de beste koektrommel drumband van Zwolle. De volwassenen riskeerden zonder protest hun trommelvliezen. De wekenlange oefeningen in de vakantietijd zijn de kwaliteit van het Zwolse koekbliktrommelen zeer ten goede gekomen. De jury had het dan ook lang niet gemakkelijk. Deze vorm van vrije tijdsbesteding waarbij de jeugd zich naar hartelust kan uitleven is door de Zwollenaren met sympathie begroet. Voor de winnaars van deze wedstrijd met koekblikken waren er blikken koek, die door de jeugd zonder blikken of blozen direct werden geledigd.